Okay, in deze video bespreek ik een voorbeeld van een kansrekenprobleem dat je kan oplossen met de binomiale verdeling. En dat probleem is als volgt: ik heb een dobbelsteen die ga ik tien keer gooien. En dan wil ik weten uh, wat de kans is op dat ik uh, drie keer zes gooi. Drie keer zes. Wat is de kans als ik tien keer gooi? Nou, uh, normaal gesproken als je kansrekenprobleem hebt, dan ga je een, uh, een kansboom maken. En in dit geval zou dat er zo uitzien. Ik heb, uh, ja, wat, waar ben ik in geïnteresseerd? Ik ben geïnteresseerd in of ik wel of niet een uh, 6 gooi. Dus, uh, ja, ik, na de eerste worp zijn mijn mogelijke uitkomsten uh, 6 of uh, niet 6. Zo. En hoe zitten de kansen? Nou, de kans op een 6 is natuurlijk 1 zesde. En de kans op... Niet 6 is 5 Nou dan zal de, dit zal de eerste worp zijn. Eerste worp. En dan voor mijn tweede worp. Ja wat is er aan de hand? Ik heb natuurlijk hier weer een kans dat ik 6 uh, gooi. Of een kans dat ik niet 6 gooi. En uh, bij die andere optie dat ik in de eerste ge instantie geen 6 had, heb ik ook weer die twee opties. Zo, zo, zo en zo. En ook weer. Met 1 zesde, 5 zesde, 1 zesde, 5 uh, zesde. Ja, et cetera. Hè? Dan de derde worp. Noem maar op. Maar ik moet 10 worpen doen. Dus dit heeft uh, niet zoveel zin om die hele kansboom te gaan maken. Dat is ondoenlijk. En nou is er een slimme truc die je kunt toepassen waardoor dat ook niet nodig is. Want je gebruikt namelijk een beetje uh, combinatoriek. Maar voordat we dat doen, wil ik even een beetje notatie introduceren. Het is namelijk goed om bij zo'n kansexperiment als het gooien met een dobbelsteen, dat is je kans-experiment... Uh, om daar een uh, kansvariabele bij te kiezen. En als je kansrekening doet, moet je beginnen met je kans-experiment goed te beschrijven. Nou, dat is hier een makkie, je gooit uh, een dobbelsteen een aantal keer... maar soms is het ook wel lastiger om echt even duidelijk te maken waar die kans in zit. De volgende stap is dat je een, uh, ja, een kansvariabele kiest... en dat is uh, dus kansvariabele waar je in geïnteresseerd bent. En uh, in dit geval... En dat wordt ook wel stochast genoemd. En in dit geval voor ons is dat het aantal keer dat ik 6 gooi. En ik noem die variabele even x. x staat voor het aantal keer uh, 6 bij, uh, 6 bij uh, 10 worpen. Oké, okay, het is goed om dat even zo op te schrijven. En, de, uh, ja, en qua notatie. ...zijn we dus op zoek naar de kans dat x gelijk is aan 3. We willen weten... En het punt is dat ja, als ik die boom helemaal zou tekenen... ...er zijn heel veel takken in die boom die corresponderen met uh, ja, de mogelijkheid dat ik 3 keer 6 uh, gooi. Ik kan ze namelijk die 3, 6 helemaal op het einde gooien. Ik kan ze helemaal op het begin, maar ook op iedere andere manier. Dus uh, waar het op neerkomt is ik heb uiteindelijk 10 ja, worpen... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. En uh, ik ben geïnteresseerd in de gevallen waarbij er 3 van die worpen een 6 oplevert. Dus uh, ik, uh, dit is een, een mogelijkheid. Zo. Of een andere mogelijkheid is dat het bij die en die en die zit. Nou, zo kan je nogal wat opnoemen. Ik kan ze alle drie in het begin hebben, wat ik net al noemde. Maar we hebben gelukkig een manier geleerd om uit te rekenen hoeveel mogelijkheden er zijn. om drie van deze locaties te kiezen. drie getallen, van de getallen 1 tot en met 10. wat dan de worpen worden waarin ik die 6 gooi. En dat zijn de combinaties. Oftewel, de mogelijkheden hier. zijn 10 boven 3. En dat kunnen we gebruiken in onze berekening. Ik, uh, ik heb 10 boven 3 mogelijkheden. En wat is de kans die er telkens bij hoort? Ja, dat betekent als ik langs die takken loop dat ik 3 keer een 1 zesde tegenkom. En 7 keer een 5 zesde. 7 keer dat ik geen 6 gooi. Dus de kansen zijn 1 zesde tot de derde keer 5 zesde tot de zevende. En de uh, mogelijkheden. Waarbij dit plaatsvindt, dat hebben we net bepaald. Dat waren de 10 boven 3. Dus er zijn 10 boven 3 takken waar deze kans bij hoort. En dit is mijn eindantwoord. En ja, je kunt het benaderen met de rekenmachine, maar dat gaan we nu niet doen. Het gaat erom hoe het in principe uh, kan. En dat staat hier. En uh, ja, je ziet in het algemeen dat als je de kans wil weten op uh, k keer een 6 gooien... dan verandert wat hier nu een 3 is in een... Uh, ja, in een k. Dus ik heb uh, 10 boven k uh, mogelijkheden om k keer een 6 te gooien. En dan heb ik hier dus 1 zesde tot de macht k. En daar 5 zesde. Dat zijn de keren dat ik geen uh, 6 gooi. Nou, als ik k keer een 6 gooi, dan heb ik 10 min k keer uh, geen 6. Nog iets algemener. Die, uh, die n hier, dat uh, is het aantal herhalingen van mijn experiment. Hebben, elk experiment heb ik twee mogelijkheden. Daarom heet het binomiaal. Dat is de b van twee mogelijkheden. En um, er zijn tien van dat soort experimenten. Dus we zeggen in het algemeen dat n is het aantal herhalingen. Aantal herhalingen. Herhalingen. Zo. En p... Zelfs als het geen spelletje is, heet P altijd de winstkans. P is de kans waarin je, als er, dat er gebeurt, wat je, waarin je geïnteresseerd bent. In dit geval is dat een 6. Dus P, dat heet eigenlijk toch altijd de winstkans. Winstkans. En in het algemeen luidt de binomiale verdeling dan als volgt. De kans, dus bij N herhalingen van een experiment met een winstkans P... Op dat je uh, k keer inderdaad wint, is n boven k, het aantal takken zeg maar, keer die winstkans tot de macht k, keer 1 min p, keer de winstkans, uh, verlieskans zeg maar, uh, dus de verlieskans tot de macht, n min k, de keren dat je dan uh, verliest. En ja, dit is de algemene formule voor de uh, binomiale verdeling. Als je grafische rekenmachine hebt, dan kan je op zoek, er zit een knop. Ergens verstopt waarmee je dat ook makkelijk en snel uit kan rekenen. En anders zul je het even moeten uitschrijven en gewoon met een je eenvoudige rekenmachine doen. Oké, okay, dat was hem. De binomiale verdeling. Heel belangrijke discrete kansverdeling in de kansrekening.